Welkom op het melkveebedrijf van Wilfried Groot Koerkamp. Het is een biologisch melkveebedrijf. In 2011 omgezakeld, 2012 biologisch gaan leveren. Concreet ProCross, gebruiker sinds 2011. Toen de keuze was om biologisch te worden, heb ik ook heel bewust de keuze gemaakt om met ProCross verder te gaan. Om een tweetal redenen. Een duurzame koe en een probleemloze koe. En bijkomend voordeel is gewoon dat hij ook wel een stukje restwaarde heeft. Een Montbéliard die heeft, ik wil niet zeggen per definitie 300 kilo geslachtgewicht, maar die haalt het in ieder geval veel makkelijker dan een Holstein. En dat geeft toch een extra opbrengst in de totale omzet en aanwas. 2008 kennis gemaakt met de eerste Vikings, 2009 de eerste Montbéliards gaan gebruiken. Met die wetenschap ook wel even wat pas op de plaats gemaakt toen de tijd, omdat het temperament is heel prettig in het kader van robuustheid, maar zeker op de melkrobots willen het ook nog eens een keer een afgetrapte slang geven in het begin. Ik moet eerlijk toegeven, nu we consequent een koppel ProCross dieren aan de melk hebben, vallen ze eigenlijk niet meer op ten opzichte van de anderen. Het totale bedrijf is 60 hectare. Ik heb een samenwerking met twee biologische akkerbouwers. Die hebben de halve kaal van mij in gebruik. De gemiddelde productie van het bedrijf draagt zo'n beetje 8.500 kilogram melk. Met 3,90 vet en 3,30 eiwit. Relatief laag vet. Komt ook denk ik door een combinatie van mengkuil met grasklaver die daar een aandeel in heeft. Sober rantsoen als je kijkt naar de pure voederwaarde. Maar als je dan weer kijkt wat de koeien ermee kunnen en wat ze ervan geven en hoe consistent ze het volhouden, dan is het gewoon een rantsoen dat veel meer geeft dan de kengetallen zouden doen geloven. Probleemloos melken, dat is voor mij de grootste enjoy factor. En ondanks dat dit geen eenmansbedrijf is, is het dagelijks werk van 120 koeien op deze manier prima om in eentje te managen. Het dagelijkse dingetje, zeg ik altijd, moet je in je eentje kunnen doen. En op deze manier is dat prima functioneel uitvoerend. Werkbaar en ook te handelen. Probleemloos afkalven, koeien goed tochtig zien. Het zijn allemaal van die basisdingen die het werkplezier een boost geven. Maar als het dan ook werkt, dan is het ook gewoon prettig om het functioneel te hebben. Voer met een Welink voerrek, middels een mengkuil. En in die mengkuil zit ongeveer 40% tarwe en snijmois. Gezamenlijk en de andere 65-60% is grasklaver en luzerne. En door eigenlijk een constant gezonde basis te hebben, gaat het bewijden van puur grasklaver eigenlijk probleemloos. We staan hier bij de melkrobot. Die eerste staat er sinds 2006 al in de originele stal. In 2014 bewust de Lely A2 robot meegenomen naar de nieuwe stal. En in totaal staan er hier nu 3. Aankoop, kostprijs, gewoon heel voordelig. Wat duurder in onderhoud, maar ongemerkt een prettige overcapaciteit. En dat geeft in combinatie met biologische boeren het bewijden van je verplichting tot bewijden van je koeien een groot voordeel, dat je met overcapaciteit probleemloos kunt melken. Aantal haalkoeien op dit moment is minder dan 0. Kan niet, maar het is in ieder geval minder dan 2. Het is, koeien lopen gewoon heel goed. Het heeft absoluut te maken met het rantsoen. Structuurrijke rantsoen heeft echt als voordeel dat koeien gewoon makkelijk naar de robot willen lopen. De robot is eigenlijk de enige plek waar ze krachtvoer krijgen. Dus het motiveert de koeien ook absoluut. Maar het loopt gewoon naar volle tevredenheid. Het
temperament van de dieren, zal ik eerlijk toegeven, heeft wel als nadeel dat een slang wel eens een keer wordt afgetrapt. Maar dat is niet met een frequentie van één keer per week. Het zit meer in de sfeer van één keer per twee, drie weken dan dat het een dagelijks issue is. Dus schroom daarom niet om Procross te gebruiken, want het is het praten niet waard. Grootste voordelen van Procross vind ik zelf de eenvoud. Het hebben van een probleemloze koe en gewoon een gezonde koe. En de tussenkalftijd van 384 dagen zegt volgens mij genoeg dat als je 120 koeien in je eentje met 384 dagen tussenkalftijd hebt, dan mag je niet klagen. En met deze productie op biologisch niveau, ik kan niet anders concluderen dan dat ik enorm vooruit ben gegaan. We zijn in februari 2014 in deze stal gaan melken. Op de eerste dag hadden wij 67 melkkoeien op de robot. En op dit moment worden er 110 koeien met eigen aanwas gemolken. En dat in een tijdsbestek van 18 maanden. Dat geeft wel aan dat de hoeveelheid koeien die weg moesten om diverse redenen is dat natuurlijk heel logisch, maar is heel beperkt. En dat geeft de mogelijkheid. En ik durf dat met echt hardop te beweren. Dat heeft mede te danken aan Procross.